Gaat hij het redden, denk je? Nou, 1 op 7 schat ik in. Dan heeft hij veel meer geluk dan hij daar. Die kan gelijk door naar de snijtafel. Wie is hier de baas? You speak English? Where's the boss? No te preocupes. Pasa nada. No vayas a decir nada. Ik ben de baas. Ah. Recherche. Was u hierbij? Nee, ik was in de keuken. Ze waren ook in de keuken. En hij? Nee, hij heeft niet gezien. Kan hij naar huis? Hij was ook in de keuken. Nee. Hij kan niet naar huis. U kan ook niet naar huis. En zij trouwens ook niet. U gaat allemaal met mij mee. Oh god, was ik net even lekker alleen. Ik zit met een schietpartij. 2 slachtoffers, Colombianen. Goed. Dood? Eentje, ja. De ander ligt in coma. Getuigen? 2 man keukenpersoneel, die hebben niks gezien. De eigenaresse, die heeft ook niks gezien, zegt ze. Want die geloof ik niet. En een jongetje van 13, 14. En die jongen, moet ik daar een hulpverlener bij halen? Oh god, mama Liu. Met 13 zijn ze in Colombia volwassen. Met 20 zijn ze opa. Ja, en met 30 zijn ze dood. Zo, dus u bent de eigenaresse? Ja, ik heb alle papieren. Middenstaan, horeca, alles. En u eentje? Is u geen man? Man? Nee, dat heb ik niet nodig. En niemand heeft dus iets gezien? Nee, niemand. Wie is dit? Dit is Carlos. Carlos Montoya. Hij kwam iedere dag een sopa eten. Hij is een goede jongen. En dit? Ik ken hem niet. Wie is hij? Ik ken hem niet. Hij is onverstoorbaar. Spreekt hij Nederlands, denk je? Ja, dat zal hij eerst wat moeten gaan zeggen. Dat gaat hij voorlopig niet doen, denk ik. Vroeger of later gaat hij vanzelf praten. Ik laat er een hulpverlener bij komen. Lijkt me wel zo verantwoord. Hoezo? Hoezo? Hij heeft die 2 aan flarden geschoten mannen gezien. Het is wel een kind. Ja, joh. Ja. Kinderen kunnen een hoop hebben. Ik heb er zelf 2. En hij heeft toch familie? Laten we hem nou maar even laten hem even betijen. Dan zien we straks verder, oké? Okay? Ga ik even met die dame praten. Emiliano. Hoe heet hij verder? Zijn naam graag? Emiliano Parra. Parra. Met dubbel R. En hoe oud is die? Emiliano is 13. Heb je een momentje? ¿Dónde está el asesino? ¿Usted lo tiene que encontrar? ¡Suelta! ¡Suelta! ¿Dónde está el asesino? ¡Tiene que encontrar el asesino! ¡Suelta! ¿Dónde está? ¡Quiero verlo! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!
Wat is je naam? Hoe heet je? Susanna Parr. Susanna, kende jij de slachtoffers? Carlos is de liefde van mijn leven. Wij zouden trouwen. En ben je... Ben je zwanger van Carlos? Hebben jullie de moordenaar? Sorry, dat mannetje, zit hij in het voor? Ja, wat zal hij zijn, 13 jaar? Dat kan hier toch niet gewoon allemaal in- en uitlopen? We hebben toch camera's hier? We hebben hem 2,5 uur geleden binnengebracht. Nou, kijk dan even! Gaat hij? Zit je nou te doen, man? Heb je stront in je ogen? Poep. Poep. Ja. Poep. Ja. Poep in je ogen. Poep in je ogen. Heb jij... enig idee waar Emiliana zou kunnen zijn? Je moet je beschikbaar houden voor het onderzoek, dat weet je, hè? Ja, kom maar. Een eurocent voor je gedachten. Wat heb je? Niet veel. Die eigenaressen. 2 man keukenpersoneel. En dat kleine jongetje. Die zaten allemaal net toevallig in de keuken en die hebben niks gezien. En dat jongetje is net weggelopen uit het dagverblijf. En dat jongetje loopt gevaar? Als hij getuige is wel, ja. Als hij geen getuige is, dan... Verder spreken ze allemaal meer Spaans dan Nederlands. Oh ja? Ik spreek Esperanto, wist je dat? Oh ja? Mijn moeder stuurde me naar Esperanto met het oog op de wereldvrede. Is trouwens uitgevonden door de nobele Poolse arts L. Zamenhof. Estu preta, lernu Esperanto. De... hè? Deze is helemaal schoongemaakt, geen vingers dus. Maar de kogels komen wel degelijk uit dit gaatje. Iemand komt zomaar uw restaurant binnen, schiet de geliefde van uw nichtje dood en een ander het ziekenhuis in. En u zag niets? Ik heb niks gezien. Nee. Wel wat gehoord misschien? Ja, ik hoor wel schieten, maar voor ik kon zien was iedereen weg. Luister, die man in het ziekenhuis die komt bij en die gaat praten. Weet u wat ik nou denk? Ik denk dat u zich dan een heleboel meer kan herinneren. Wie is het andere slachtoffer? Het is een kwestie van tijd en hij vertelt het mezelf. Ik ken hem niet. Zeker geen familie, hè? Nee. Nou, wij houden u net zo lang hier tot u wel wil gaan praten. Ik heb het gezegd, ik ken hem niet. Ja?
Recherche. Ah. Oh, zo heeft hij tenminste toch nog een beetje een naam. Komt hij nog bij, denkt u? Oh, dat zou me niks verbazen. Ieder ander zou aan die verwondingen zijn bezweken, maar deze man die heeft een conditie. Jij zou het niet zeggen, maar hij is ijzersterk. Zo zie je ze zelden. Van der Scheur zei dat je op goed nieuws zat te wachten. Sarah belde vanuit het ziekenhuis. Die ander is bijgekomen en die heet Vargas. Vargas heet die. Oké. Ga ik even met meneer Vargas praten. Meneer Vargas. 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 Heeft u enig idee wie dit gedaan heeft? Nee. U kent hem niet? Kunt u misschien beschrijven? Is hij niet gepakt? Nee. We hebben zijn wapen, maar geen vingerafdrukken. We hebben Isabel van het restaurant, het keukenpersoneel en een kind. Maar die hebben allemaal niks gezien. Een kind? Waar is die? Hij is er vandoor, maar hij is oké. Heeft u enig idee waarom dit gebeurd is? Nee, dat weet ik niet. Maar waar is het jongetje? Het jongetje is... Die vinden we wel. Maakt u zich maar geen zorgen. Emiliano is in gevaar, Isabel, en dat weet jij. Waarom gevaar? Hij heeft niet gezien. Hij heeft niks gezien. Hij was niet in de keuken, hij was getuige. Wie zegt dat? Vargas zegt dat. Vargas? Vargas. Oh, nou ken je hem opeens wel? Hé? Hé, hey, lieg. Vargas hey. Heeft Emiliano... Vargas liegt. ...gezien. Vargas liegt. En als hij nou eens niet liegt, als hij nou eens de waarheid spreekt, hè, Isabel, wat dan? Emiliano is in gevaar als jij liegt en dat weet je. Kom op nou, hé. Hey. Waar is hij? Susanna. Daar zocht ik. Ik zoek jouw broertje. Emiliano is hier niet. Jij weet waar hij is. Emiliano is hier. Hij is hier niet. Susanna. Emiliano is in gevaar. Hij heeft de moordenaars gezien. Die gaan hem afmaken. Muerto, snap je? Emiliano? No. Een vriend van me, nou nee, dat zeg je veel mooier, een vriend van me is directeur van Groenendaal. Een inderdaad fraai in het groen gelegen oude kazerne die thansdienst doet als gesloten jeugdinrichting. Daar kan die jongen zo terecht, onze Emiliano. Boeventucht, zegt jullie dat iets? Je leert ze werken en voor gedane arbeid leg je een bedragje opzij. Dus als ze vrijkomen, dan hebben ze een vak geleerd. En bovendien hebben ze dan een beginkapitaaltje voor hun eigen bedrijf. Dirk Korenhert heeft dat bedacht toen hij zelf in de kerker lag. Dat was in 1560 alweer. Ja, vliegt de tijd, hè. Maar dit is geen boef. Hij is alleen maar getuige geweest. Twee reebruine ogen die kijken de jager aan. Maar durft de duivel dan naar binnen te kijken, dat is de vraag. Emiliano? Geef me één dag met hem.
gaan zitten. Jouw stoel? Mijn stoel. Ik gebruik mijn hersens. Ik heb hersens genoeg van mezelf, van de scheur. Je hebt hart. Alleen maar hart. We kunnen hem hier niet laten. Eén dag. Ik krijg hem al aan de praat. Eén groot kloppend hart. Als jij hem nu wegstuurt, dan krijg ik er nooit meer wat uit. Je bent emotioneel betrokken. Laat die zaak aan Sarah over. Onze collega hier. Het schijnt dat het Colombiaantje dat hij bij zich had, dan heeft gefopt. Dat zou kunnen overkomen hoor. Ja, jou misschien. Ik moest pissen. Ja? Ik mocht niet kijken, want dan kon hij het niet zijn. Nee. Dat is lekker, dus jij hebt niet gekeken. Nou, hier zit hij dus zeker niet. Ja, sorry Jolie, maar ik heb hem niet kwijtgemaakt. Nou, we gaan gewoon naar het bureau, hebben we een fotootje van hem, maken we een flyer. Ja, lijkt me een goed plan. Ik ga naar die familie, oké? Daar zit hij namelijk. Ook hallo. Je hebt een boel uit te leggen, vriend. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Wij gaan nergens heen. Wij rijden gewoon door tot jij mij je hele verhaal vertelt. Het is trouwens knap, zeg, van jou met die agent. Ik kan niet plassen als jij kijkt. Ik zal gaan praten met mijn chef, je weet wel, van de scheur. We houden je gewoon op het bureau. Dan is er 24 uur per dag iemand die op je let. Kan niet veiliger, oké? Onze politie. Allemaal watjes. Wat zeg je? Allemaal watjes? Ik uit! Hé! Hey! Watje. Ja. Jood. Emiliano! Ja, chef is een idioot. En die agent is een idioot. En ik ben niet veilig in het politie. Als er één plek veilig is, is het op het bureau. Jullie kennen die mannen niet. Welke mannen? De moordenaars? Mannen uit Colombia, die pakken mij. Die pakken jou helemaal niet. Die kunnen helemaal niet bij je komen. Oh nee? Ik kom wel jouw kofferbak. Hoe kwam je eigenlijk in die kofferbak? Makkie. Oh, het was een makkie. Ja, het is goed met jou. Man uit Colombia. Wij kunnen het allemaal. Mm-hmm. Grote man uit Colombia.
Mannen uit Colombia, die kijken hier in Nederland echt wel uit voor de politie. We gaan hulp halen. Hoe? Hoe? Ik ga bellen. Ik heb telefoon in de auto. Nee. Wat nou nee? Ze zijn bij de auto geweest. Ja, dus? Wat doe jij nou? Heb je een haarspeld? Je maakt je toch geen zorgen? Ik? Nee. Om Leo. Die redt zich overal uit. Ik maak me geen zorgen. Ik had nu van de scheur, want ik maak mij toevallig wel zorgen. Die man in het ziekenhuis, Vargas, dat is een mooi mens. Die maakt zich ook zorgen. Ga daar maar naartoe. Ben je koud? Ik heb het nooit koud. Nou, doe toch maar aan, heer. Nee, dit is een vrouwenjas. Oh, dit is een vrouwenjas. Kleine macho. Machito. Wij laten de patiënt doodziek bij u achter en nou is hij er niet meer. Wij zijn geen gevangenis zoals u dat soms dacht. Hij kon nauwelijks op zijn benen staan. Goed genoeg om met zijn vrienden naar buiten te wandelen. Zijn vrienden? Ja, een paar zuidelijk uitziende heren. Colombianen. Dat zou kunnen. In ieder geval types waar ik geen nee tegen zeg. Kijk, ik doe mijn werk als u het uwe doet. Hey. Nou, wij verliezen soms onze zelfbeheersing. Dat leren we van onze chef. Wat gaan we doen? Waar gaan we naartoe? Een rustige plek zoeken. Gewoon wachten op mijn collega's. Die zullen ons snel genoeg vinden. Kop of munt? Kop. Munt.
Nou, misschien een telefoon, alsjeblieft. Moet ik inbreken? Nee, niet doen. Niet doen! Het heeft toch geen zin. Je had vroeger misschien nog een soort bakkie ingezeten of zo, maar tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje. Behalve wij. Ja, behalve wij. Interpol Bogota. Vargas heet eigenlijk Reyes. Hij heeft de bijnaam El Tigre. Het is een oude militair, daar is nergens voor terug. El Tigre Vargas. Ik heb ook nog iets over die Emiliano. Als ik de goeie heb, dan is dat de zoon van Manuel Parra. En Manuel Parra die is 8 jaar geleden op klaarlichte dag geliquideerd door El Comandante, waar zijn kinderen bij waren. Plassen. Emiliano! Emiliano! ¿Y dónde están? Yo no veo a nadie. Tengo que hacer todo yo, la reputa madre que lo parió. Net als wij. Hoezo? Hij is op de vlucht. Hij is er vandoor gegaan. Oh, denk je? Hij heeft een zadel. Kom maar. Hou jij van paarden? Ja. Ik heb vroeger veel op paarden gezet, maar niet zo in. Paarden van mijn grootvader, die was boer. Zou je niet terug willen? De boerderij bestaat niet meer. Vroeger hadden ze koeien, paarden, tarven en alleen nog rotzooi.
Klotzakken zijn gekomen. We mochten alleen maar rotzooi doen. Verder niks. Boeren hebben niks. Je houdt ook van paarden? Ja. Je rijdt ook? Nou, heel lang geleden. Op zulke paarden? Op dit soort paarden, ja. Hoe is het met je arm? Laat eens kijken. Heb jij een man? Heb ik een man? Ja, ik heb een man. Ik heb een man en twee kinderen. Een meisje, May. En een jongen, Jan. Die lijkt wel een beetje op jou. Jouw vader en moeder, hè? Zitten die nog daar? Zijn nog daar. Dood. Die klootzakken wilde papa fouilleren. We werken niet snel genoeg mee. Ze trokken Susanna en mij het huis uit. We moesten kijken. Schoot hem eerst door zijn knieën. We moesten zijn knieën verbinden. Schoot hem door zijn arm. We moesten zijn armen verbinden. Toen had ze niks meer om doorheen te schieten. Dus schoot hem maar door zijn kop. Commandant zelf heeft papa door zijn hoofd geschoten. Hij lachte. Commandanten lachten. Maar ik heb niet gehuild. Ik dacht alleen maar, papa, kan ik niets meer van je leren. Niks zeggen, niks zien. Jij gaat nu zeggen wat je gezien hebt.
Hallo! Hé, hey, wou je vrouw een slaan? Cuidadito conmigo, hè? Macho. Die Vargas. Hij is zomaar uit het ziekenhuis verdwenen. Vargas? Es un hijo de puta, ese Vargas. Es un sueño. Ah. Hij pers hier mensen af. Waaronder u? Ook. Maar ik heb hem niet vermoord. Maar dan zou ik toch wel heel graag willen weten wie dan wel de moordenaar is. Wilt u niet weten? Wat heb jij nou gedaan? Marifal. Hallo? Hallo, ontvangt u mij? Hallo? Hallo? Hallo, ontvangt u mij? Wat denk je? Kan Vargas ons hier vinden? Zeker weten. Vargas komt hier naartoe. Is Vargas de moordenaar van Carlos? Ja. Vargas is de moordenaar. Maar hij heeft niet zichzelf neergeschoten. Nee. Nee. En jij weet wie dat is? Ja. Ik. Ja, jij. Mm-hmm. Vraag eens even betaald om Carlos te vermoorden. $5,000. Hey. Carlos is een klootzak. Mijn zus zwanger gemaakt. Ik heb een man in Duitsland voor mijn zus, maar dat gaat niet door omdat ze zwanger is. Varkens krijgt nog veel geld van hem. $100,000. $5,000 is veel. $100,000 is 20 keer zoveel. Vargas? Vargas is wel een moordenaar. Niet van Carlos. Comandante El Tigre Vargas. Hey. Wist je niet wie ik was? Ik was daar. En ik schoot dus Carlos neer. Toen lachte Vargas.
dezelfde lach als toen. Ik had het geld al. En ik had nog schatten over. Kom, we gaan naar beneden. De wagen van Liu is gevonden, verbrand, wat heet, ontploft. En Liu? Spoorloos. Maar Liu redt zich overal uit, hè, van de scheur, ja toch? Die redt zich overal uit, ja. Je weet dat ik je moet arresteren, hè? Ja, straks. Je hebt twee mensen neergeschoten. Ik krijg een half jaar in Nederland. Kinderen krijgen hier maar een half jaar. Ja, maar je hebt wel een strafblad. Beter een strafblad dan een leven lang schande. Carlos is dood. Nu vaak is nog. Emiliano! Emiliano! Laat hem vallen. Laat hem vallen. Ik ben van de politie, weet je niet? Politie neerschieten. Dat zou ik niet doen. Ik heb over de hele wereld politie dat geschoten. En? Kom je in Nederland niet meer weg? Wat bedoel je, Nederlands politie? Ja, watjes. Wat zeg je? Weet je, in Colombia, we waren bevriend met de politie. We waren neefjes genoemd. Oh, leuk, allemaal familie. Die was graag je familie geweest. Maar nu, we gaan op Emiliano wachten, oké? Klein kind, hij komt.
Hij is geen kind meer. Commandante. Weet je nog? 8 jaar geleden. Manuel Parra. Heb jij door zijn hoofd geschoten. Waar zijn zoontje bij was. Dan ben je geen kind meer. Commandante.